Hoi hoi en welkom bij een andere aflevering van BioRheology, waar je biologie leert met mij, Rieten. In deze aflevering gaan we praten over onderzoek doen. Je kan niet beginnen als je niks wil onderzoeken. Dus de eerste stap is een onderzoeksvraag bedenken. Daarna moet je zelf bedenken wat het antwoord is. Dit doe je voordat je het experiment hebt gedaan en noem je een hypothese. Dus eigenlijk wat je met een onderzoek doet, is kijken of wat je dacht wel of niet klopte. Als je een hypothese hebt opgeschreven, kun je een werkplan maken. Dus bedenken hoe je je onderzoeksvraag gaat onderzoeken. Daarna ga je het uitvoeren en de resultaten van het experiment verzamelen en verwerken. En als laatste kun je een conclusie gaan schrijven aan de hand van de resultaten. Als het nog niet helemaal duidelijk is, maak je geen zorgen. Ik ga het nu aan de hand van een voorbeeld verder uitleggen. Ik heb deze onderzoeksvraag. Hoeveel leerlingen van mijn school gaan met de bus naar school? Ik denk, voordat ik begin, dat van de 1600 leerlingen op school ongeveer 700 met de bus gaan. Als je dat hebt gedaan, moet je een werkplan gaan formuleren. Binnen een werkplan moet je over het volgende nadenken. Hoe ga ik het uitvoeren? Dus de werkwijze. En wat heb ik nodig? Dus de benodigdheden. Voor de werkwijze moet je eerst bedenken hoe je alles gaat doen. In dit geval is het best om mensen te gaan interviewen en aan ze vragen hoe ze naar school gaan. Dus daarna ga je bedenken of je een steekproef of een proefvlak nodig hebt. Een steekproef heb je nodig als je een grote groep gaat bestuderen. In plaats van elke persoon te spreken, ga je een kleine willekeurige groep van mensen binnen de grote groep bestuderen. Deze kleine groep is dan representatief voor de grote groep. Een proefvlak gebruik je wanneer je een groot stuk grond moet bestuderen. Dan doe je hetzelfde als bij een steekproef. Je kiest een deel van de grond en dan kun je daarna zeggen dat wat er in dit stuk grond gebeurt ook representatief is voor de grote stuk grond. Als je weet wat je gaat doen, kun je bedenken wat je nodig hebt. Als je mensen gaat interviewen, is het handig als je een pen en papier bij je hebt. Of dat jouw telefoon opgeladen is, zodat je de gesprekken kan opnemen. Het ziet er niet zo professioneel uit als je tijdens het gesprek opeens merkt dat je geen pen hebt en niks kan opschrijven. Daarom moet je dit van tevoren bedenken. Als je alles klaar hebt liggen, kun je het onderzoek beginnen. Tijdens je onderzoek ga je resultaten opschrijven. In dit onderzoek heb je een steekproef van 160 leerlingen gebruikt. Uit deze 160 leerlingen zijn er 48 die met de bus naar school gaan. Je wilt niet alleen weten hoe het is bij deze 160 leerlingen, maar juist bij alle leerlingen van het school. Dus je moet weten hoeveel is 160 van de 1600. Als je 1600 deelt door 160, zie je dat 160 10 keer in 1600 past. Dus de steekproef is 1/10 van het geheel. Als je dit weet, moet je alleen het aantal leerlingen dat met de bus gaan keer 10 doen. Dan heb je het aantal leerlingen van de 1600 leerlingen die met de bus gaan. En dat zijn 480 leerlingen. Je moet het zo zien. Dit is de school met alle 1600 leerlingen. Als je groepen van 160 leerlingen maakt, dan krijg je 10 groepen. Je gaat dan één van de groepen interviewen. En het blijkt dat er 48 leerlingen van de groep met de bus naar school gaan. Dat betekent dat je kan aannemen dat van alle andere groepen er ook 48 leerlingen met de bus gaan. Dus in totaal 480 leerlingen gaan met de bus. Nou, nu kun je de resultaten gaan verwerken. Je kan de resultaten tekenen, hoeveel dat in deze situatie niet handig is, omdat je dan 1600 mensen moet gaan tekenen. Een lijndiagram is ook niet goed, omdat lijndiagrammen laten zien hoe iets met de tijd verandert. Als je dit elke maand van het schooljaar had onderzocht, was een lijndiagram wel goed geweest. Verder heb je een staafdiagram en een cirkeldiagram. Deze twee zijn voor dit voorbeeldonderzoek passend. Ze laten duidelijk het verschil zien tussen het aantal mensen dat met en zonder de bus naar school gaat. Na het verwerken van resultaten kun je een conclusie schrijven. Een conclusie geeft een antwoord op de onderzoeksvraag en vertelt of je hypothese wel of niet klopte. Dus je conclusie is, uit de resultaten kun je zien dat in mijn school 480 leerlingen met de bus gaan. Mijn hypothese was dus niet correct. En zo
kunnen we gaan afsluiten, want dat was eigenlijk voor deze aflevering. Hopelijk heb je wat kunnen leren. Als iets nog niet duidelijk is, luister een stukje nog eens terug. Doei en tot snel!